Oké. Okay. Voelt er best wel vragen. Moet ik er bellen? Ja? Ja? Oh my god, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik ben een jaloers type. Ik wel. Bingo. Ja, ik hoef maar met een vriend te praten. En je denkt al dat je mee gaat rollenbollen of zo. Ik vind mezelf best wel een jaloers type. Ik denk ik niet. Wanneer heb ik me jaloers gedragen? Ja, zeker op momenten wanneer iemand te dichtbij of zo kwam, waarvan jij zoiets had van, hell nah. Zoals de chick waarmee je geen bed bent gekopen. Ja. Nee, oké. Okay. Jij gedraagt je bijna nooit jaloers, jij gunt het altijd iedereen. Kijk, ik gun bijna niemand wat. Nee, dat weet ik. Toen ik zo aan het flirten was met die jongen. Oh ja. Dat was ook wel een beetje terecht. Ik was ook echt gewoon poepeloeren zat. Heb ik me ooit jaloers gedragen? Heb je ooit jaloers gedragen? Ja. Maar ik deed dat eigenlijk puur. Om mij jaloers te maken. Dat was gewoon het ding. Ik vond dat leuk. Als ik bijvoorbeeld lang moest uitslapen, dan dat ik heel lang offline was geweest. Dat dan je locatie uitgaat automatisch op Snapchat. Ja. En dat je dan 's ochtends wakker werd met een bericht van, waarom zit je locatie uit? Ik was dat type die iedereen liep te groeten. Hey douche, dit. Familiaar. Ja. En dat vond je sowieso niks. Ik was echt die guy. Ja. Dat ben ik vergeten. Oh my god. Ja. Zag jij iemand in mijn omgeving als een bedreiging voor onze relatie? Oh, ja. Nee, oprecht niet. Nee? Ja, nu kom ik erachter dat die vriend van jou toch wel de bedreiging was. Ja, dat was een heerlijke bedreiging, ja. Senne. Ja. Ik wil bijna nee zeggen, zeg ik nee, echt wel zeker. Echt zeker, Senne, ja. Ja. Nou ja, dat dacht ik altijd wel, ja. Ja, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ja. Jouw ex. Ja, dat was toch echt voor niks nodig, eerlijk? Dan kunnen we nu het reverse Uno-kaart opgooien en zeggen van, het is niet nodig dat jij zo boos bent nu. Ik wil er best wel vragen hoor. Moet ik er bellen? Ja? Oh my god, nee, dat wil ik helemaal niet. Omdat zij daar was mee vreemd gegaan en zij kende die al lang. Zij deed daar samen een hobby mee en zij deden dat heel vaak samen. Dus iedere keer als zij die hobby gingen doen, dan was ik zo van, fuck, zou er iets gebeuren? Zit ik op telefoon? Oh, sorry. Wacht, mijn ex, wow. Ja, mijn ex heeft jou mee in bed genomen terwijl wij al aan het daten waren. Hallo? Met Milan. We waren letterlijk aan het slapen. Oh, en daarom hebben jullie met elkaar gezoend. Oh ja, precies. Ja, ik had een vraag. Ik zit bij een programma, Spuiten en Slikken. En het gaat over, ja, echt confrontatie met mijn ex. En de vraag was, had jij een oogje op mij? What the fuck? Je had ik als een bedreig moeten zien, je beste vriendin. Dat ik je een tijdje interessant vond, maar dat had jij ook. Ja, maar dat was er lang na. We waren niet exclusief, zo, dat is niet bedriegen. Ja, maar dan neem je niet mij de dag daarvoor nog mee naar bed en de dag daarna ga je met iemand anders. Wie had het meest voor het zeggen in onze relatie? Ja, ik. Ik denk ik hoor. Denk je dat? Yo, ga je nou zo doen alsof ik een of andere toxic controlling boyfriend was? Want dat was niet. Ja, het moest allemaal zoals jij het wilde. Voor te zeggen wat zwaar. Nou ja, voor te zeggen, ik was gewoon heel erg, maar zo ben ik altijd, heel random en heel erg initiatief nemen. En jij neemt wel heel erg het voortouw. Balans. Ik denk dat we wel balans erin hadden. Het was dan dit, dan dat en dan doen we dat. Jij? Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, nee. Ik ben de silent, maar toch bossy type. Nou, jij wilt altijd in je zin hebben. Ja, maar leek, het is zo erg, het was niet heel heftig of zo. Nee, oké, maar het was wel... Je gaf het wel duidelijk aan. Ja, maar dat moet ook. Moet toch voor jezelf opkomen. Heb ik jou genoeg vrijgelaten? Ja. Ik... Twijfel je? Nee. Soms was ik echt een hondje aan de leiband. Like, ik mocht om te beginnen ook al niet met mijn mannelijke vrienden afspreken, want je vond die allemaal niet leuk. Ja, ik kon wel alles doen, zeg maar, wat ik leuk vond en zo. Nee. Zo niet? Had ik jou vrijgelaten? Ja. Te vrij. Ik kon wel heel erg mezelf zijn bij jou en wel echt vrij en zo, maar dat je liet me niet... Ja, dat is waar. Ik heb gewoon momenten dat ik alleen moet zijn en ik was daar niet per se eerlijk over. Ik ging dat nooit zeggen omdat ik bang was om jou te laten voelen net alsof ik niet met jou wil zijn. Jij mag jouw dingen niet meer doen of jij wilde niet mee? Ja, ik wou gewoon, als ik bij haar was, dan wou ik niet mee. En dan vond ik het lastig dat zij niet bij mij was. Wow, dan zie ik je nog eens en dan gaat jij iets anders doen, denk ik. Wij zagen elkaar best wel veel, maar het was geen overkill. Ik hoef niet
24/7 met je te lullen of je elke dag te zien. Je moet ook al gewoon een leven apart van elkaar hebben. En dan is het juist leuk om elkaar weer te zien. Ik denk te vrij eigenlijk. Echt? Denk je dat? Niet in de zin dat ik dingen ging doen of zo, maar ja, zoals je zegt, met Senne bijvoorbeeld, ja. Oké, stel je voor, ik had hoi gezegd tegen een random meisje via Insta DM, wiens Insta-naam niet eens aangevuld als een meisje was en geen foto's heeft op haar ding. Had je alsnog achtergekomen dat ik hoi had gezegd tegen een meisje via Insta? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is niet vrij. Waren er dingen die je niet mocht van mij? Nou, eigenlijk mocht ik alles eigenlijk. Nee, ik denk niet echt. Ik denk wel met bepaalde mensen dat jij zoiets had, zo van... Als we in een relatie zitten, heb ik geen kut te zeggen over jou. Nee. Ik vind dat heel raar als iemand echt zegt, je mag dit niet doen. Vreemd gaan. Ja, G, ik mocht niet eens meisje aankijken voor jou. Waren er dingen die jij niet mocht van mij? Ik mocht wel dingen van u niet, denk ik, maar dat was dan meer voor mijn eigen bestwil. Heb jij wel eens expres iets gedaan om mij jaloers te maken? Ja, vast wel iets kleins. Ja, dat is zeg maar om gewoon een beetje die confirmation zoek van ei. Ze vinden nog steeds leuk en zo, weet je toch? Nee. Nee. Jij wel eens gedaan? Nee. Nee, ook nooit. Misschien voor de grap in iemand zijn kont geknepen of zo, ja, dat zou je zeggen. Ik wou nooit jouw jaloezie, zeg maar. Niet. Ik had er nooit behoefte aan of iets. Nee, het is gewoon drama maken voor niks. Dus. Ja. Nee, ik ook niet. Je had een heel nep-account gemaakt, G. Ik ben dat niet vergeten, hè? Ja. Nee. Ook niet daarna? Ik probeer een reactie uit te lokken of zo. Ging met jezelf DM'en. En toen zag ik het, maar ik had gelijk door, hè? Ja, dat account zag er gewoon te nep uit. Maar je hebt een account gemaakt om met jezelf te DM'en om Justin jaloers te maken. Nou, ik had het niet zelf gemaakt, maar een vriendin van mij die had al een account. En toen heb ik het wel gewoon via dat account geprobeerd om te kijken hoe hij zou reageren, maar dat was het slim voor. Jullie krijgen van mij 20 seconden om zoveel mogelijk plekken op te noemen van waar jullie seks hebben gehad. 3, 2, 1. Bed, achter bij jou in die tuinhuisje, zeg maar daaronder, op de bank. Op de wc. Op de wc ook. Gewoon zeg maar letterlijk op de wc. In de douche. In mijn moeders slaapkamer, in mijn broertjes slaapkamer, in... even kijken, wat nog meer? Hé, begin te denken! Vonden jullie deze video nou leuk? Moet je zo even abonneren, hier zo, die rode knopje daar zo. Yes, en duimpje omhoog. Yes, en kijk ook meer afleveringen, want je weet toch, views equals geld. Oh, vergeet niet het belletje, want dan ben je altijd up-to-date. Ja, wat zei zij. Ja, man.